Aan tafel zit dus Rutger Bregman, inmiddels bekend als de brutale historicus-publicist die de knuppel graag in het hoenderhoek van de elite gooit. En voor de tweede keer in een maand is hij bezig aan een tournee langs de internationale media en vooral ook sociale media. Het begon eind januari, toen zat hij hier, omdat hij uitgerekend tijdens het World Economic Forum in Davos had gezegd dat de aanwezigen niet moesten wegkijken van het werkelijke probleem: belastingontwijking en belastingontduiking. Bregman werd uitgeroepen tot de folk hero van Davos. En zijn uitspraken gingen van CNN tot NBC de wereld over. Nu is er een nieuwe aanleiding. Vorige week werd hij uitgenodigd in de show van Tucker Carlson, een van de belangrijkste anchors van Fox News in Amerika. Het gesprek begon rustig totdat Bregman de aanval opent op de presentator en op Fox News. Die zouden zelf namelijk ook deel uitmaken van het probleem. Carlson begint te schelden en noemt Bregman een idioot. Het gevolg? Het interview wordt niet uitgezonden. Maar Bregman heeft dit gesprek opgenomen met een telefoon en dit is gisteravond online gezet. Meer dan 11 miljoen mensen hebben het interview inmiddels bekeken. En wat? De teller loopt nog. Stil, fantastisch. Ja, ja, ja. 11 miljoen in één dag. Ja. Krijg dat maar eens voor elkaar. Nee, dat is knap. Dat is knap. Dat verbaast jou misschien niet eens meer na Davos. Nou ja, we wisten wel, toen ik dat filmpje voor het eerst zag, dit was om 2 uur 's nachts in Amsterdam. Mm-hmm. Het interview was net geweest en ik sta te trillen als een rietje. En ik loop de kamer van de producer binnen en die zegt: ik heb alles opgenomen. Dus toen dacht ik: oh, holy shit. We hebben het. Ja, wat gaan we hiermee doen? En ik was eerst gewoon in de veronderstelling dat Tucker Carlson het zelf zou uitzenden. Mm-hmm. Dat gebeurde toen niet. Toen heb ik hem nog een tweet eruit gestuurd van: hey Tucker, waar blijft de filmpje nou? Ja. Kwam ook niks. Nee. En toen ga je nadenken van, ga ik het zelf naar buiten brengen? Mm-hmm. Even uitleggen, wat betekent dat voor jou als Fox News, rechtsbastion in Amerika, jou wil interviewen? Hoe was je erop voorbereid? Wat dacht je aan te treffen? Dit is echt een dilemma. Van, ga je dat doen of zeg je nee? Kijk, Fox News is echt rechts, rechts, rechts. Zoiets hebben we eigenlijk niet in Nederland. Bijna een propagandazender. En hij wilde natuurlijk met mij een feestje vieren over hoe ik de mondiale elite daar had aangepakt. Nou, ik ben, om het zacht uit te drukken, niet zo'n fan van Tucker Carlson. Ik bedoel, het is niet toevallig dat de Ku Klux Klan wel een fan is van hem. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van, ga ik het wel doen, ga ik het niet doen? Uiteindelijk zou het wel te doen, maar wel voorbereid. En bedacht van, dan ga ik zeggen van, wat opgaat voor de miljardairs in Davos, dat gaat ook op voor jou, meneer Carlson.